Het is geen verdediger. Maar kijk, nu was goed. En Muren is er sneller bij dan Moisander. Kosten. Overtoon. En het is 2-1 voor Volendam. Het is 2-1 voor Volendam. Ja. En weer is het Muren. Het is geen echte nummer 9. Het is ook een hele goede voetballer. En eigenlijk een rechtsbeen, maar misschien wel ter nagedachtenis aan oom Gerry, doet hij het met links. Overtoom, flip daar tussendoor. Overtoom. En Muren, nou, afdrukken. Ja, hij maakt het wel gelijk af, zeg. En Volendam, een aantal hachelijke situaties overleefd, komt hier op 2-1 met dank aan Overtoom. Koster met een hele goede bal, zeg. En dit is 3-2 voor Volendam. De tweede van Muren. Dit is zijn maatwerk. In de loop van Muren. Nijpen Schalk. Vanavond voor de tweede maal. Winzo. Muren. Muren. Goal. Een hele mooie. Een schitterend doelpunt van Robert Muren die op 8 komt. Is de verrassende nummer 2 in de Super League. En dat is een mooi compliment ook voor trainer Jean-Paul de Jong. Eindhoven speelt thuis tegen Volendam. En wie Volendam zegt, zegt Muren. Hij is weer terug na een bestuur. Om Volendam op voorsprong te schieten. Muren, ja, dat doet hij heel bekwaam. Mooie duel als coach van Sparta met 2-1 thuis van Willem 2. Weer een thuiswedstrijd tegen Volendam, zijn oude ploeg. En na 48 seconden al opent Volendam te scoren. Het is Robert Muren, wie anders, met zijn 14e van het seizoen voorzet van Tony. En Muren knikt er perfect binnen. Marco van Duin. Hoekschop wordt dan snel genomen. Bal wordt ingebracht en daar is dan toch de 1-0 voor Volendam. Het is uiteindelijk Robert Muren die scoort. Die zou het dus moeten kennen, want hij scoort ook al 3 keer een uitwedstrijd tegen Almere City. In de eerste ontmoeting dit seizoen een doelpunt tussen Stijn van. Toen werd het 4-2 voor Volendam. Nu zijn het de bezoekers die aan de leiding komen na 11 minuten door Robert Muren. De topschutter van Volendam zijn 16e. 1-2. Maar het wordt 1-3 door Muren. Een fraaie volley op een voorzet van Kuwas. En hij op het nummer 17. Dan gaan we naar de tweede helft. Let u op, Muren met een fantastisch doelpunt. Over Stevens heen, afstand tot het doel, 42 meter. Doelpunt nummer 18 van Muren in de Jupiler League. En zijn derde deze avond. Op dit moment Robert Muren, belangrijk moment in de wedstrijd. 41e minuut wedstrijd, vlak voor rust. Kan Volendam op 3-1 komen. Het is 3-1. En dan zet Robert Muren zich achter de bal. Maakte er nog 3 bij Jong FC Twente afgelopen maandag, waar Volendam met 4-2 won. Goede afloop, zeker als Haan 12 minuten partij de bal inlevert bij Robert Muren. Die faalt niet,
maakt zijn 21ste doelpunt van het seizoen. PSV, zo is de La Paz op doel en dat is de 6e keeper van Jong PSV. De eerste 5 waren niet beschikbaar door blessures en andere verplichtingen. En hij maakt na 11 minuten kennis met de topscorer van de Jupiler League, Robert Muren. De voorzet is prachtig van Marengo. Helemaal vrij, Muren. En die kopt in de verre hoek 1-0. Maar 6 minuten daarna 2-1 door wie anders dan Robert Muren. Doelpunt nummer 23 dit seizoen. Weer staat hij helemaal vrij op een vrije trap van Kijk eens wat een counter dit is. De komende 3. Hij zit Koster niet. Muren. Goal. 1-1. Voorlangs. Een man die wel vaak scoort is Robert Muren. Goed voor 24 treffers. En er komt er eentje bij. 10 minuten na de rust. 1-0. Volendam. Helemaal vrijgelaten. De spits van de